Goedemorgen. Ik ben zojuist gaan kijken bij een mogelijk nieuw kantoor. Het is heel groot, groter dan mijn huis. Aan de ene kant vind ik dat best wel spannend. Maar aan de andere kant denk ik, fysieke ruimte zorgt er ook voor dat ideeën kunnen groeien. En ik heb nu zoveel moeite met steeds de stad in en uit en naar mijn huis moeten rijden. En in een dag waarin ik zoveel taken moet combineren, heb ik eigenlijk iets nodig wat heel dicht bij me is. En dit zit echt 5 minuutjes lopen van mijn huis. Het voelt als een hele toffe nieuwe stad. En ik ben eigenlijk wel heel excited. Het is nu heel rommelig, want het is een opslagplek. Maar het heeft een soort betonvloer. En ik moet de muur dan even witten. En dan ga ik het helemaal vet inrichten. En nu heb ik dus de eerste samples van mijn nieuwe Fred La Bretonnière collectie. Het wordt weer een zomercollectie. Heel anders, er zit maar 1x3 in. En ze zei net dat ze het de mooiste tot nu toe vonden, dus ik kan echt niet wachten. Ik kwam meteen in die samples. Oh my god. Wow. Oh, als je ze zo bij elkaar ziet, is het hier een naam. Ja, mooi hè? Zo mooi. Hoeveel jaren geven en voor ik Stephanie moet werken? Echt? Oh, ja. Ik ben inmiddels thuis en Stephanie is bij mij van Dek Amsterdam. Omdat we nog even de finishing touches voor mijn inrichting gaan bespreken. En wat plankjes en kastdeuren die op maat gemaakt moeten worden. En even gaan brainstormen over future projects. Dus dat is heel erg leuk. Ze wil natuurlijk de badkamer weer even zien. Dus ik hou jullie even op de hoogte van onze meeting. Ze heeft net haar eigen keuken gedesigned en helemaal zelf gemaakt ook. Dit heeft ze gewoon allemaal zelf zitten leggen, deze tegeltjes. Super cute. Ik ben dus ook meteen een soort fantasie moodboard voor een potentieel nieuw kantoor aan het maken. Hey Steve. Hi. Oh jongens, herinneren jullie nog het moment dat Steve en ik hier aan het klussen waren met onze laatste levenskrachten en Steve die gordijn aan het ophangen was? Oh man. Dat was echt een drama. Dat waren echt wel gezellige tijden, maar ik ben blij dat alles erin zit. Ja. We hebben ook hele verantwoorde werksnacks. Maiswafels met hummus, worteltje, tomaat. Ik voel me helemaal top hierover. Wat ook top is, is dat Steve en ik nu alle producten uit de woonkamer, uit de badkamer en andere dingen zoals de vloer helemaal weer op een rijtje aan het zetten zijn. Want over een paar dagen komt er een uitgebreide Q&A online over mijn home makeover. Dus alles van hoe heb ik het proces ervaren en ging ik met stress om tot hoe duur is alles nou, tot zijn interieurontwerpers hun geld waard. En ook natuurlijk waar komt alles vandaan. Nou leek het me enorm saai als ik een half uur ga vertellen, de kraan komt daar vandaan, dit tegeltje komt daar vandaan. Dus dat komt allemaal onder de video te staan. Dus er zit heel veel informatie in. Ik denk dat jullie die zeker willen kijken. Hij komt denk ik de 22e of 23e online. Vanwege editen heb ik even 2 extra video's opgenomen. Omdat 2 dagen daarvoor is mijn vaste editor dan niet. Dus we hebben even vooruitgewerkt. Zodat je toch gewoon elke dag lekker een vlogmas hebt. Tot de feestdagen. Dan heb ik dus weer langer haar. Het is heel confusing. Dat zijn we nu allemaal doen. En ook het roze leuke waspakje. Voor degenen die geen flauw idee hebben waar dit over gaat. Ik doe nu in beeld even wat beelden van de woonkamer, badkamer en toilet makeover. En daar zijn ook allemaal aparte video's voor. Dus die zal ik hieronder even linken. En die zijn ook wel heel leuk om te kijken, vind ik zelf. Vind ik zelf een van de leukste video's. Had ik maar elk jaar een makeover, helaas. Zit dat er niet in. Maar goed, ik ga weer verder met Steve. Het is nu 11:15 en ik ben net klaar met werken. Ik heb net nog 2 teksten voor Linda nagekeken. En wat voorstellen aangescherpt voor projecten met merken. Ik ben nu heel gaar, dus ik ga even alle beelden van vandaag op mijn computer zetten. Soms is vlogmas wel een uitdaging, want vandaag heb ik gewoon heel veel gewerkt en niet heel veel gefilmd. En dan denk ik, oh, het is saai, het is niet boeiend of ik heb geen zin om te filmen. Moet ik nu iets gaan verzinnen om erbij te filmen? Maar dat ga ik niet doen. Ja, het was wel een interessante dag. Qua mogelijkheden voor een nieuw kantoor en collectie bekijken. Het leuke is dat deze nieuwe collectie weer een soort voortborduursel is op de vorige collectie. Ik weet niet of dit een woord is. Maar daarin stond natuurlijk ook een dierenprint centraal. Die keer luipaardprint en dit keer zebraprint.
Ik ben op de gelegenheid gekleed. Provenza Schuler heeft ook zoveel mooie zebra-items op dit moment, niet te geloven. En de vorige keer stond daarnaast dan een suède thema en dat is nu een lakthema. We zijn nu nog met kleuren bezig, dus misschien laat ik jullie wel op stories meebeslissen. Ik vind vooral groen en blauw tinten heel mooi, maar zoals jullie weten ben ik ook dol op roze en lila. Dus dat moet er ook in, denk ik. Leuk vind ik ook dat het schoentje met een hak van vorig jaar een trompethak had. Een soort wijd uitlopend hakje. En die zit weer in de collectie. Dat is eigenlijk de basis geworden voor alle hakken. Dit keer staat het niet zozeer espadrilles, maar een plat sandaaltje. En een hoge sandaal, zo'n mule. En een strappy sandal en nog een ander sandaaltje. Dus iets meer in de schoenenhoek en minder de hele beachy espadrillehoek. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En ik vind het zelf echt prachtig. Er zitten best wel mainstream modellen in. Dus zo'n plat slippertje en een mule. Je weet wat ik bedoel, denk ik. Hè? Zo'n instapper met hak eronder. Maar ik denk wel dat ze in die zebraprint en in lak echt heel tof. En echt een toevoeging voor je kast zijn. Ik heb ze vandaag gepast met een vintage Levi's. En ze staan echt overal goed bij. Dus nu even de laatste dingen tweaken. Ik ga de vlog ook even afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Dan ga ik onder andere haarvideo's opnemen met mijn vaste kapster Charlotte. Over volume, over messy waves en dat soort leuke dingen. En één project fotograferen en 's ochtends heel veel mails wegwerken. Ik had trouwens een oproepje gedaan op mijn stories voor creatievelingen. Voor zowel mezelf, mijn eigen social kanalen als voor Linda Meijden. Dus als jij nou een fotograaf, een videograaf, een video editor, een illustrator, een social media content creator bent of iets anders creatiefs doet wat met content te maken heeft, laat het me zeker weten. Stuur me dan even een mailtje waarin je de titel geeft stories oproep, dan weet ik dat het over hetzelfde gaat. Stages lopen sowieso niet via mij. Dus dat is een beetje lastig, maar je kan natuurlijk altijd een berichtje sturen aan wie weet. Ik ga nu de vlog afsluiten. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Doei!